Maar eerst vertellen we u hoe het komt dat u deze dagen misschien slecht slaapt. Dat is geen toeval. We zien te weinig licht. Het zijn zo al de donkere dagen van het jaar. Deze winter is wel heel somber. En dat tekort aan licht ontregelt onze biologische klok. Ik raak veel moeilijker in slaap dan in de zomer bijvoorbeeld. En daardoor word ik 's ochtends ook veel moer wakker dan in de zomer. Dit is zeker geen alleenstaand geval. Ons lichaam heeft nood aan licht. En daar was in december, waarin de zon amper 11 uur scheen, een groot gebrek aan. Ons lichaam is heel erg afhankelijk van lichtblootstelling om onze biologische klok zo goed mogelijk te laten functioneren. Wanneer het duister is, wanneer er onvoldoende lichtblootstelling is, gaan we daardoor een minder goed functionerende biologische klok hebben. Die loopt als het ware uit de pas. Duurt het langer dan een half uur voor u de slaap vat, en dit 3 nachten per week, kan dat wijzen op een tekort aan licht. Oudere mensen zijn er gevoeliger voor dan jongeren, omdat ze minder buiten komen en minder bewegen. Belangrijk is om op het middaguur een half uurtje buiten te gaan, zodat er voldoende lichtblootstelling is aan het zonlicht of aan het daglicht. Voldoende bewegen ook, omdat dat niet alleen het inslapen bevordert, maar ook de hoeveelheid diepe slaap. Het begint zo november en dat duurt tot eind februari voor ik me eigenlijk terug een beetje beter voel. Maar ja, je moet in beweging blijven en buiten gaan. Hè. December was al de donkerste maand in decennia. Januari is niet veel beter van start gegaan. Tot nu toe scheen de zon een schamele 4 uur.